Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn wij Delft, Zeil, Groningen V1. Het is een gigantische lange naam, maar we zijn er. We zijn dus in een game. Oh, hier is Maxi. Hoi. Het is hier wel een beetje druk, maar ja. Ze hebben hier blijkbaar een car dealer. Ik vind deze game best wel mooi. Ik vind de car dealer best wel goed uitzien en er hadden wel wat auto's mogen staan, maar die staan helaas niet. Werkt dit poppetje? Nee, er staat zoom. Oké. Nou, we gaan een auto pakken en we gaan gewoon even deze game lekker bekijken. Trouwens, ik ben hier met een mod en deze mod die gaat ons brengen naar alle plekjes in deze map. Ga jij maar lekker rijden. Hij weet namelijk alles over deze game te zeggen en zo. En hij heeft deze game ook ingestuurd. Dus echt bedankt. Ik zoek nog steeds games. Elke game maakt nog kans op die 100 Robux. Alleen de beste, hè? Alleen de beste. Maar ze maken allemaal kans. Iedereen krijgt een eerlijke kans. En ja. Hier hebben we huizen. Delft-Zeil of Delft-Zeil Groningen. Ziet er goed uit, kunnen we ook naar binnen. Is blijkbaar een groot huis maken. Ze hebben hier een auto binnen staan zelfs. Oké. Nou, we kunnen hier niet naar binnen. Ik vind die boompjes wel interessant, maar het zou beter kunnen, zeg maar. Maar oké. Ik vind de weg heel mooi gemaakt. Oké. Oh. Beetje RDM. Oké. Kom jij maar naar deze woonwijk toe. We hebben hier wat huisjes. Eens even kijken. Ik vind deze wel vet gemaakt. Deze is wel vet gemaakt. Oké. Dit zijn wel mooie huisjes. Ik vind die bochten wel goed gemaakt allemaal. Dus het ziet er echt goed uit. Hier rechts hebben we dan een huis. Volgens mij kunnen we hier zelfs naar binnen. Ja. Oh, we hebben hier zelfs pannen. En een hoe noemt zo'n ding? Een magnetron. Een plek voor de messen. En hebben we ook een bovenverdieping? Of kunnen we daar niet naartoe? Dat zou de buitendeur moeten zijn. Waarschijnlijk. Dan gaan we door deze. Oh nee, dat kan niet. Nou, jammer. We kunnen niet naar buiten. En dit huis heeft geen tweede verdieping. We gaan weer naar onze mod toe. Want die heeft weer die auto gepakt. En hij leeft weer. Rij maar eens naar een mooie plek toe. Rij me maar naar de ambipost. Hier weer dezelfde huisjes. Hier rechts. En hier links hebben we dan weer andere huisjes. Ik vind het heel mooi dat er variatie is. Kunnen we hier naar binnen? We gaan eens kijken. Nee, we kunnen hier niet naar binnen. Eens even kijken. Hierachter hebben we dan een speeltuintje. Met schommels. Je kan er zelfs op zitten. En we hebben hier een beetje een rare prullenbak. We gaan weer naar onze mod toe. Nou, we gaan eens kijken. Waar is hij? Hier is hij. Nou, ik geef deze game voor nu toe al een 7. Of bijna een 8. Maar ik vind het al best wel goed. Deze huis is hier. Het geeft me wel een beetje een Duits gevoel, dit huisje. Dat wel. De huisjes zijn best wel mooi, zeg maar. Het is allemaal wel een beetje apart. Want deze stijl zie je niet vaak. Qua huizen en zo. Oh, je auto zit vast. Rij maar even door. Rij hem even door en dan eroverheen. Goed zo. Hier hebben we dan de brandweerkazerne. Daar ben ik benieuwd naar. Eens even kijken. Wat is het? Die hebben we nog niet. Oké. Ja, dus apart. Aparte brandweerkazerne. Hij
Hij had natuurlijk beter gekund, maar ja, versprak me net even, maar dat kan gebeuren. Ja, ik vind het wel een mooie brandweerkazerne. Jullie hadden denk naar mijn mening iets meer gebruik moeten maken van andere, hoe noem je dat, structuur. Want dit is plastic en had iets van een normale muur gedaan. Het glas is een beetje te doorzichtig, maar voor de rest is het best wel een mooie brandweerkazerne. Tankauto spuit, hoogwerker. Oké, waar is die? Daar is hij. Ik ga gelijk naar dat andere huis daar. Dit is blijkbaar of zo'n school, denk ik. De buig heet dit. Inderdaad, het is volgens mij een school of niet. Het is gewoon een kroeg of een buurthuis. Ah, dit is de bingo club. Ja, heel belangrijk, de bingo club. Al hierachter hebben we gelijk ook een voetbalveldje, een pannaveldje, zeg maar. Die kunnen we gelijk in. Er is geen bal zo te zien. Maar dit pandaveldje vind ik, of pannaveldje vind ik trouwens heel erg goed. Kunnen we hier naar binnen in het schuurtje? Oké, kunnen we niet naar binnen. Ik vind dit wel mooi. Dit hier is best wel mooi. En die bankjes hadden wel aangepast mogen worden, want die zijn iets te groot naar mijn mening. Hier rechts en hier hebben we allemaal nog die Duitse huisjes. Gaan we even door naar de Albert Heijn. Ja, ik zag het logo al staan. Albert Heijn. Oh, ze hebben hier een brand. Oké. We gaan hier even uitstappen. Er wordt in ieder geval wel geroleplayed. Dat is goed. Ze hebben hier van die piepdingen. Als je dingen steelt. Ah, ze hebben hier zelfs de folie. De inpakfolie. Maar ja. Oei, ik vind dit wel jammer. Deze kastjes en deze hekjes vind ik, of rekken, vind ik een beetje zonde. Had veel mooier gekund. En de kassa's vind ik oké. Ik vind deze Albert Heijn iets minder dan de rest van de map. Ik vind het sowieso niet per se de allerbeste die ik tot nu toe heb gezien. Maar ik vind deze game wel wat hebben. Rij maar even weer naar achter. Oh, dat kan ook. Rij door. Breng me maar naar de politie. De politiebureau. Ik zag toen net een Shell daar verderop. Maar het is daar afgesloten. Dus ik neem aan dat dat nog in de maak is. Dit ziet er echt wel goed uit, deze map. Ja, rij hier links maar in. Ja, rijd door. We hebben dit allemaal al gehad. Je gaat een beetje slow. Nou, we zitten nu op 9 minuten video. En ja, ik heb al best wel wat gezien. Voor 9 minuten heb ik eigenlijk de map al een beetje veel gezien. Maar hey, we moeten natuurlijk alles reviewen. Voor één keer doe ik alles reviewen vanwege dat ik genoeg tijd heb vandaag. Hier hebben we dus de... Oh, dit is... Ik dacht even dat het de brandweerkazerne is, maar dat kan niet. Het is het politiebureau. Eens even kijken. Ze hebben hier een poort. Oké. Kan die ook dicht? Open, dicht. Rij je auto maar voor op de politiebureau. Hier hebben we een balie. Ziet er goed uit. Algemeen politie. Oh. Hier hebben we een beetje... Dit vind ik een beetje apart. Dat er van die bedjes hier als zitjes worden gebruikt. Als wachtplekken. Maar ze hebben hier lokale. Ze hebben hier zelfs meerdere. Lokaal 1. Oké. En hier hebben we een map van Delft-Zijl. En hier hebben we lokaal 2. Hebben ze nog een tweede verdieping? Nee, ze hebben geen tweede verdieping. We gaan hier naar beneden.
Hier zitten cellen. Ik vind dit... Hé, hey, ik vind deze cel... Oh, zelfs met een camera. Holy moly, ik vind dit... Dit is echt wel ziek, hoor. Deze cellen. Deze cellen zijn ziek. Dit heb ik in geen enkele roleplay game gezien. Dat het zo realistisch is. Dit zijn best wel... Met zelfs gewoon een camera, hè. Gewoon een camera. Nou, hier hebben we dan de parkeerplaatsen. Kunnen we deze deuren ook open? Weet je wat wel jammer is? Dat ik die deur open kan doen. Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Maar we kunnen deze gewoon open doen en hier gewoon dicht zetten. Ja. Oké, wat staat hier? Doorrijden kan nadat het grijze hek verdwenen is. Oké. Nou, we gaan weer rechtdoor. En daar staat ons hulpje weer. We mogen zelf gaan rijden. Nou, we gaan eens kijken. Ik zie daar een koningshuis. Ik vind deze map wel goed. Ja, hier weer dezelfde huisjes. Ik vind de map... Hé, hey, die map is echt best wel groot. En het is best wel qua straten, hoeveel straten en hoe de straten ingedeeld zijn, vind ik het er best wel. Hey, ik vind het een best wel professionele goede map. Alleen ik vind het jammer dat de huisjes. Dus het zijn allemaal een beetje Roblox huisjes, zeg maar. Dus een beetje Leeuwarderig, maar dan. Een tikkie daaronder. Dus zeg maar, zullen we zeggen, deze game is Roblox en niet een roleplay game. Ik vind het veel te veel Roblox. Thijs patatjes. Oké, mooi. Ze hebben hier een koffieapparaat. En ze hebben hier patat. Aardappelschijfjes. Franse friet. Hey. Jongens, patat, dat mag niet, hè? En friet mag ook niet. Het zijn tegenwoordig aardappelstokjes. Wat de hel. Maar ik ben meer voor friet dan voor patat. Want ik woon in Brabant. Hoi, Brabantse kijkers. En daar gaan alle mensen uit Groningen en zo. Dus de kijkers van juist deze roleplay game. Ja, helaas, die zijn weg. Grapje. Maar hier hebben we dus, dit is dus het gemeentehuis waarschijnlijk. Ja, ik vind het wel mooi. Hebben we hier toiletten? Kunnen we hier naar binnen? De toilet is een beetje groot voor mij. Oké, we gaan weer naar de auto. En ons, Oké, hij is weggegaan. Helaas, binnenplaats. Hij was er niet mee eens dat ik friet vond. Hier hebben we Thijs IJs. Hé, hey, dat ruikt lekker. Nou. Ik vind... Oh, ja. Dit is wel mooi. Hé. Hey, dit ijskraampje krijgt een dikke 10. Maar jongens. Hey, sorry voor de friet of patat. Dat ding, ik ga me daar niet mee bezighouden, jongens. We hebben daar verderop een molen. Dat ziet er wel goed uit. En we hebben hier een kraampje. Hier rechts. Hier liggen zelfs allemaal van die blokjes. We moeten t-shirts voorstellen. En hier hebben we dan de molen. Die molen is best wel realistisch vanaf hier. We zullen eens zien. Oh, daar komt onze grote vriend. Oké, we kunnen er omheen lopen, maar daar hebben we niet zoveel aan. Ik wil er op. Kan je me erop zetten? Het is patat. Waarom? Ik dacht even op de molen, maar laat mij maar. Ik heb het al genoeg gezien.
Hier hebben we dan een zandbak. Die heb ik volgens mij al eerder gezien vandaag in deze map. En hier hebben we nog een zandbak. Zien er goed uit. Dus het ziet er echt goed uit. En daar verderop worden nieuwe huisjes gebouwd. Ik denk dat we waarschijnlijk nog 10 minuten lang door deze map kunnen lopen. Want deze map is echt gigantisch. Het valt qua oppervlakte is het volgens mij best wel klein. Maar hoeveel straten er zijn, dat is niet normaal. Maar ja, ik vind deze map echt, qua grootte vind ik het echt een dik 10. Ik vind het, ik vind de boompjes, de huisjes en zo, het mag minder Roblox zijn. Snap je, dit is, ja, hoe kan je uitleggen, je hebt games, die hebben zeg maar echt hoog niveau, alles erop en eraan, alle details erop en eraan, en je hebt games zoals Leeuwarden, die iets minder gedetailleerd te werk gaan, en je hebt dit, en dit noem je Roblox, en naar mijn mening is een roleplay game wanneer het bijvoorbeeld alle kleine details. Deze game heeft wel kleine details, maar het is allemaal niet precies afgewerkt. Maar voor de rest vind ik het wel mooi. Ze mogen alle boompjes naar mijn mening wel veranderen. Ja, ik denk als ze de bomen veranderen en sommige gebouwen vervangen, dat deze game best wel in de buurt komt van een echte goede roleplay game. Maar ik vind deze roleplay game best wel goed. Het is een roleplay game. Het is prima. Alleen ik ben natuurlijk developer en ik snap natuurlijk alles overal van. Ik ga deze game ook niet afzeiken, want ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt top. Deze mensen gewoon leuk een eigen roleplay game hebben. En ik vind deze huisjes ook wel wat hebben. Het heeft wel wat. Het is gewoon old school, gewoon lekker Roblox. En het is helaas niet per se een echte roleplay game hoe ik een roleplay game zie. Maar het is Roblox. En Roblox, je hebt developers die Roblox developen en je hebt Roblox developers die iets hoger gaan dan Roblox. Maar deze roleplay game is echt nog Roblox. En dat vind ik ook wel mooi. Ik geef deze game daarom ook een 5. Nee, 5. Hoe kom ik erbij? Een 7,5. Qua map in het algemeen. Dat is een dikke voldoende. De auto's heb ik een beetje gezien. Ik geef dat gewoon een 8. Maar auto's kan je sowieso niet een laag cijfer geven. Qua gebouwen geef ik de game ook gewoon lekker een 8. Ik vind de hulpdienstgebouwen iets minder. Dus de hulpdiensten geef ik dan weer een 6. En dat is een beetje mijn review. Qua script ziet het er allemaal prima uit. Je hebt hier gewoon mooi een guitje. En je kan je auto verwijderen. Ziet er allemaal geinig uit. En dan zeg ik laters!